Dankjewel, Irene. Mijn naam is Mario Merhai. Ik ben CEO van Assyria. Assyria is niet alleen in Suriname actief, maar ook in Guyana, Trinidad en Tobago en 6 andere eilanden in het Caribisch gebied. We vinden het belangrijk in de gebieden waar we actief zijn, dat we actief bijdrage leveren aan het welzijn van de mensen die er wonen en aan het instand houden van het milieu in de gebieden. Dit doen we onder andere via het Assyria Community Fund, dat zich via financiering van projecten richt op gezondheid en welzijn en op onderwijs en educatie. Gendergelijkheid vinden we ook erg belangrijk en dat hebben wij verankerd in ons beleid. We vinden het belangrijk dat vrouwen die bij ons werken gelijke kansen krijgen met betrekking tot hun carrière en doorgroei. En dat ze tegelijkertijd Assyria ervaren als een prettige en veilige werkplek. Inmiddels is 2/3 van ons personeelsbestand vrouw, met een goede vertegenwoordiging in zowel de directie als de RVC. In Assyria Hermitage High Rise, ons nieuw kantoorgebouw, wordt het hemelwater hergebruikt, onder andere als spoelwater, maar ook voor het onderhouden van de landscaping rondom het gebouw. Daarnaast hebben wij een gedeelte van de verlichting geplaatst op zonne-energie en hebben wij een geavanceerd building management systeem waarmee het verbruik van energie wordt gemonitord. We zullen de komende jaren op deze SDGs blijven focussen en daarnaast meer aandacht geven aan eerlijk werk en economische groei en daarnaast ook aan het vormen van partnerschappen om de doelstellingen van onze organisatie te helpen realiseren. Dat is het wat Assyria betreft. Ik ben heel erg benieuwd hoe het bij Fernandes gaat. En daarom geef ik deze bal nu door aan Jules Fernandes. Jules, vang!